Ja, goeiedag iedereen. Ik ben het, hè. Peter. Ja, in zijn rommelsmits. Zeg, ik ga smeden op de brokantmarkt in Orsemaal, Zuid-Leeuwen, zo tussen Orsemaal en Zuid-Leeuwen. En ja, ik ga daar dus ook een bazaar verkopen, hè, de bedoelingen. En ik dacht eigenlijk die smitsen mee te pakken. Maar, doe me. Dat is groot. Dat is groot. Die ga ik ook meepakken. Die gaan we ook wel zowel verschakelen of zowel een keer gebruiken voor te laten zien. Dus, dat is ook een spelletje. Ja, dus ik ga daar van alles doen, maar ik ga die smits niet meepakken. Maar ik had nog een klein smitsje gemaakt voor de mini-smeetshow. Ja. En dat zou eigenlijk de bedoeling geweest zijn. Ja, ik moet er maar rondlopen, want ik ben buiten aan het testen. Bedoeling geweest zijn met dat belachelijk aanbeeldje. Een klein hamertje, hè, en ziet een tasje en al zo, alles vooral voor gemaakt. Te gebruiken voor te smeden. Wanneer ik ga dat aanbeeld meepakken. Het is lichter, hè. Je kunt er ook op werken, hè. Ik heb er juist op gewerkt. En ik ga nu mijn klein smidsvuur laten zien. En dat is deze eerste. Stinkdeer. Dat is het. Kijk. Dat is nog met... dat is eigenlijk... Dat stikt in een wasmachine-droogkast. Wasmachine-droogkast. Ja, alles in elkaar. En daar zit zo... een blazer van bovenop voor te drogen. Er zit weerstand in en zo, maar ik heb dat er allemaal uitgehaald. En ik heb dat onderaan smidsvurken gezet. Hè. Dit is van het tankje. En zo, hè. En hier voor het vuil eruit te laten. Ja, dat zien we. En dat heb ik gedaan via naar hier, via een controller. En die controller die regelt de snelheid. Het is van dat motorje. Dus, de snelheid van de windtoevoer, de lichttoevoer voor smisken aan te bakken. Dus als ik dat opendraai, dan gaat dat zo. Hier, dat is het. En daar doen we een smisje dat. En ik kan dat regelen. Zie je? En dat is een heel strakke. Juist hier nog een boordje bij maken, want daar kan niet genoeg kolen in. Minder. Het is warm. Het is nu al 32 graden en ik ben buiten aan het smeden. Lekker warm. Ik ga er een stukje ijzer in steken. Ik had vergeten mee te pakken, een stukje ijzer. Zou ik hier nog iets beginnen? Maar... ik ga zo twee pakken, hè? Denk ik. Dus eigenlijk is dat niet dik genoeg. Hè. Je moet er niet dikker hebben. Die pakken. Ja, dat is dik genoeg. Dat is zo ongeveer 16 mm. Ik zie hem dat al dit wordt. Ik heb al iets ingesmeed, maar oei, dat gaat niet goed. Hè. Ik moet dit hebben voor dat te kunnen zetten. Zo. Hier dus nog iets. Daaronder kan. Ik ga niet zoeken, ik ben direct terug. Ik heb iets ideaal gevonden om eronder te zetten. Ik zou eens laten eerst het vuurken aanzetten. Dat past er dus nog. Kijk, als ik er een goed opgooi. Het is al gebruikt, marchandise die kooks. Het is een beetje duur. Scherm, hè? Vind je toch? Dat staat hier al een jaar of vier.
zwaar mee. Speciaal van donker uit weg te branden. Ik ga het eens laten doen, zeg. Tot hem op zijn temperatuur is, tot hem wit begint te worden en begint te spelten. Eens proberen. Bereikt, hè. Dat is goed, hè. Dat is het teken dat dat goed blaast op. Ik ga dat een minder zetten nu. Of. Kunnen we gebruiken. Prilletjes te maken voor de kinderen of zo. Ik denk dat ik het van achter ga openslijpen en daar ook nog een deur kan halen. Dan kan ik het doorsteken. Zie je, ik kan niet. Niet ver genoeg, hè. Dat is zomaar 15 centimeter. Een hemd 30 centimeter, en dat is niet genoeg. Hè. Dus jullie zien mij daar, maar ik ga dat misschien ook nog een beetje hoger zetten. Het staat te laag. Ja, ik heb vandaag weer wat zitten werken aan het smisken. Ik heb het afgekregen. Het is in orde. Ik val er overal over. Een kabel uitgetrokken. Ik zal hem terug insteken. 1, 2 steek. Zo. Ja. Is erin gestoken. Ik ga mijn blazer nog eens opzetten. Ik hoop dat mijn smisje nog niet uit is. Want ik heb hem... Ah ja, het is nog in orde. Het is een beetje veranderd, kijk maar. Ik heb gezien dat ik dat hier van voor helemaal open kan doen. En als je de deur kunt kijken naar van achter, dan zie je dat je daar ook een deurje hebt. Alleen dat deurje heb ik gemaakt voor iets door te steken. Ik ben vandaag toch al wat bezig gehouden. Ik heb dat hier gemaakt. Deze heb ik in elkaar gesmeed. Ja, dan bleef dat niet. Dan hield dat niet, dan heb ik dat maar vastgelopen. Zo. Dat is voor lange stukjes hier zo. Voilà, zie je dat? Goed, hè? Ja. Dus dat zou ideaal zijn, want het werkt perfect. I'm happy. En het peksje ook, heb maar. Peksje content? Zie je, is er content? Ja, hè, ze pitteke gegraven, hè. Ga manneke. Ja, hè. Hè? Ja, Kaldij. Moet ik je goeiedag zeggen? Ja. Kom eens dus af. Ah, dat is een andere. Een flirtje naar binnen. Heb naar binnen. Nee, niks ervan. Spekje, kom dan een keer. Dan moet je gewoon niet afkomen. Hoe is het mijn bal? Een spekje, manneke. Van mij doen een keertje, zegt hij tegen haar gezegd willen. En mijn vriend. Waar komt dan away? Oeh, ik geef een half met een kabel. Een spekske. Hoe ben ik in de lummer te zitten, jongen? Ik zal dan een keer met het eigen stompen tegen de ambetante. Daar een bal in. Hou mijn teen. Een spekske, mijn vriend. Mag ik mooi zetten? Ja. Een dikke kameraad. Ah, dat is vertrokken. Ja, bepaalde ook. Nee, we gaan niet spelen, maske. Nee. Een spekje, gewoon niet spelen. Nee, gewoon niet spelen. Nee, gewoon een bal hier wegsmoten. Nee. Allee, ik zal hem toch een keer smoten. Hop, 1, 2, hop. Hoi. Goed, waarom? Nee, gedaan.
Een spekje. Zodan, jongen. Ja, leg op voor je versnelling. Dus dat is dit smisje. Alsjeblieft. Het gaat goed. De regelaar. Met de ventilateur van. Kan precies geregeld worden. Maakt dan ook geen lawaai. Vol een bak. Ik denk dat ik er zelfs mee kan wellen in het vuur. Zo weet wordt het. Dus het is gelukkig als het zinnen.